De politie heeft een 58-jarige oud-judoleraar uit Rotterdam aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de judoschool van de man en tijdens buitenlandse reizen van de wedstrijdselectie. Voor betrokken ouders is er vanavond een informatieavond in het kantoor van de deelgemeente IJsselmonde. Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord gaat volgende week met Jordi Klaasie, Kai Ramstein en Diego Biseswar praten over eventuele contractverlenging. De verbintenissen van de drie Feyenoorders lopen na dit seizoen af. Van Geel keert volgende week terug van vakantie en zal dan met het drietal om tafel gaan. Door de harde wind is er de afgelopen avond een steiger omgewaaid aan de berg Singel in Rotterdam. De steiger stond tegen een van de woningen en kwam terecht op een aantal auto's. Met hulp van de brandweer is de ravage opgeruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. Woensdag krijgen we te maken met wolkenvelden, ook af en toe zon, een kleine kans op een licht buitje. En dat bij temperaturen van zo'n 17 of 18 graden en nog steeds een straffe zuidwestenwind.